Want dan werd ik echt aangeklampt door, in mijn geval, altijd wat dikkere oude vrouwen. Die dan vroegen, waarom ben je gestopt? Mijn naam is Amber De Teresa. Ik ben 37, 38 ben ik. En ik was dochter Anne Heijsteen Kees & Co. Ik ben Rick Hogendoorn. Ik ben 59. Ik heb in de serie Kees & Co gespeeld. En daar speelde ik Ben, de vader. Ik moest via Harry Klooster Casting auditie doen. En toen heb ik het uiteindelijk gekregen. Er waren audities voor een comedy. En toen dacht ik, haha, ik ken een comedy. Dat is natuurlijk totaal niet de bedoeling, want ik ben niet grappig. En toen kwam ik door de eerste ronde heen en door de tweede ronde heen. En voor ik het wist, was ik aangenomen. Een echte typische vader. Ik herinner me bijvoorbeeld ook nog dat hij ziek was. En dat hij dan heel, heel kinderachtig was. En aspirintje moest inslikken. En dan het nog steeds op zijn tong had zitten en zo. En, nou, dat waren wel dingen die mij een beetje aan mezelf deden denken. Maar vooral ook wel een beetje aan mijn eigen vader. Dus ze lag ver van mij vandaan. Ik ben niet heel erg puberaal geweest. Dus ik moest heel veel ineens met deuren gaan slaan en opstandig zijn. Dus het was heel erg nieuw voor mij. Dus het was een leuke uitdaging. Ik vond het heerlijk. Het is heel fijn om publiek te hebben bij comedy, omdat ze je timing bepalen. Dus je voelt aan het publiek of ze het wel of niet leuk vinden. En daar heb je heel veel aan. Dus meteen directe feedback. Dus ik vond het heel prettig. Het is natuurlijk wel eens gebeurd met live publiek dat mensen niet reageerden zoals wij graag wilden. Dan moet ik wel zeggen dat ook dat weer leuk was bij Kees & Co. Dat zeker de gezinsscènes, die deden het eigenlijk met het live publiek heel erg goed. Als ik op straat liep, liep ik niet heel erg te koop met het feit, hallo, ik doe leuk een serie op tv, dus ik werd eigenlijk niet echt herkend. Op een gegeven moment in 2001, toen ik al gestopt was, toen heeft RTL besloten om het elke avond te gaan uitzenden om 7 uur. En toen gingen ook alle lagere schoolkinderen meekijken. En toen kon ik eigenlijk de Albert Heijn niet meer in. Want dan werd ik echt aangeklampt door, in mijn geval, altijd wat dikkere oude vrouwen. Die dan vroegen, waarom ben je gestopt? Ja, ik heb natuurlijk meer dingen gedaan, Sesamstraat, toen nu reclame voor een merk dat ik niet zal noemen, waar je dus bouwspullen kan kopen. Ik heb de intocht van Sinterklaas een aantal jaren gedaan. Eerst heb ik nog 2 jaar televisie gemaakt en toen ben ik naar Londen vertrokken, heb ik daar toneelschool gedaan. En toen kwam ik terug en toen dacht ik, en nu? Ga ik nou zitten wachten op een auditie? En toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Dus ik ben heel veel aan het trainen, ik ben heel veel aan het coachen. Ik heb mijn eigen theatergezelschap opgericht. Daar spelen we Shakespeare mee in de originele taal, daar word ik heel gelukkig van, in huiskamers. En ik ben net begonnen met regisseren en dat vind ik een hele leuke stap.